ergens in Nederland ligt het kunstwerk Energie. Het is een grote glimmende bol. Maar wat moet je daar nu mee? Hoe kun je daar nu naar kijken? Kom, gaan we samen kijken. Het beeld, deze glanzende bol, drijft op het water in de wind. Hij drijft in een labyrint. Deze perfecte ronde bol vormt door zijn strakke uitvoering een groot contrast met zijn organische omgeving. Door het materiaalgebruik spiegelt de omgeving in het oppervlak van de bol. Hierdoor wordt de bol juist opgenomen in zijn omgeving. Deze bol van energie drijft in een waterlabyrint en kan niet ontsnappen. Door het materiaalgebruik en de vorm ontstaat er een enorm contrast. En dat is een heel prettig gegeven als je hier bent. Het is wel jammer dat je er dus niet echt bij kunt komen bij die bal. Dit kunstwerk heeft een grote eenvoud, maar tegelijkertijd een enorme verbeeldingskracht van alle energie die er in de natuur aanwezig is. Spreekt het je aan als een van de elementen, zoals hier de wind, met een kunstwerk kan spelen?